De hele dag heb je daarna Muziekids al horen vallen. Ik probeer het al een paar keer uit te leggen, maar waarom zou ik het niet vragen aan een van de founding fathers? Dat is Jordan de Vos. Jordan, welkom. Fijn dat je hier ook eventjes naar Haarlem bent gekomen. Ja man, dank je. Dat vind ik echt top. Hoe zou jij Muziekids uitleggen? Ja, na al die jaren muziekbeleving te geven aan de kinderen, merk je dat Muziekids ook een beetje in je DNA is gekomen. Ja. Maar als ik aan jou vraag, want ik probeer het gewoon in één zin uit te leggen. Wat is Muziekids? Ja, Muziekids is de kinderen die in het ziekenhuis liggen een muzikale troost geven. De muzikale pleister, zoals de ziekenhuis ons wil noemen. Ja. En dat is echt een heel mooi compliment. Wat wij doen is, we helpen ook de zorg. Dus de pedagogische medewerkers, de zusters allemaal. Om dit, wat ze meemaken in het ziekenhuis, gewoon te verzachten. En muziek is daar een heel mooi onderwerp voor. We kunnen het aan bed doen, we kunnen het op een permanente locatie doen. In de corona hebben we geleerd dat we het ook online kunnen doen. Ja. We hebben hele mooie iPads gekregen van een mooie partner. Waarin we allemaal tutorials hebben gemaakt, mooie filmpjes, introotjes. We hebben bijna iets van 1000 uur aan muziek voor de kinderen erin gezet. Dus ze komen lekker aan de gang. Ja. Dus ook de geïsoleerde ruimtes. En zeker hier in Spaarne Gasthuis, waar ook wel kinderen liggen. Die niet van de afdeling af kunnen perfect hun helpen. Ja, wat er is, kijk, die echte de studio die gaat er komen. Maar er is nu al wel, wat jullie genoemd hebben, een troubadour trolley. Ja. Het ziet er fantastisch uit. En laat ik Michael zeker eventjes noemen. Want dat is echt een held die in Haarlem, gewoon zijn tijd en energie erin steekt om daar kinderen te vermaken. Ja. Ik denk dat we allemaal wel weten wat een trolley is. Normaal gesproken ga je de koffie op serveren, bij wijze van spreken, zo'n wagentje. Ja. Waar is deze mee gevuld? Deze is gevuld met gitaren, keyboards, ukulele, percussiemateriaal, DJ-apparatuur. En natuurlijk je iPads om die kinderen te helpen. Want in sommige gevallen, nu met die lockdown, moeten we ook even kijken hoe we het kunnen oplossen. Ja. Maar we zijn heel trots dat wij als externe partij ook open mogen blijven. Dat mag ook wel gezegd worden. Ja, daar zijn we heel trots mee. En daarbij, we hebben natuurlijk ook geleerd de afgelopen jaren om geduld te hebben. Want een locatie zoals Spaarne heel veel jaren gekost. Wat een gedoe. Het is gewoon pech. Het is pech dat het bij sommige locaties langer duurt. Nee, maar het is ook, weet je, er kwam een fusie aan. Het is ook allemaal niet niks. Want ik herinner mij, maar ik weet dus gewoon niet zo goed hoe lang dat geleden is. Ik ben altijd heel slecht in de tijd. Jullie hebben iets met muziek. Ik zeg jullie, jij en je vader. Jullie hebben een fantastische muziekwinkel in Hilversum. Mm-hmm. Hoe is dit eigenlijk zo op jullie pad gekomen? 2008, 2009 hadden we de stichting Gitaar. Daar deden we eigenlijk Gitaar Awards. Zelfs European Guitar Awards georganiseerd. Dat was een hele leuke periode. Toen hebben we geld opgehaald in het beeld en geluid. Dat is het grote museum in Hilversum. Maar dat geld wilden we eigenlijk voor het ziekenhuis gewoon lekker muziek gaan maken met die kinderen. En toen merkten we eigenlijk al heel snel dat, zoals wij het ooit bedacht hadden, in dit geval dus met de winkel, maar ook muziekles te geven. Maar het zou natuurlijk wel tof zijn dat er vervolg aan zit. In plaats van een eenmalige actie. Een soort vaste plek, ja. Juist. En toen hebben we een speelkamer verbouwd. En dat was in Tegooi. Dat hebben we helemaal omgebouwd. Ja. En dus de kinderen kunnen nog steeds daar spelen. Dus ook gewoon met autootjes en ook gewoon met poppen en noem maar op. En muziek maken. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk zo ontstaan. Dat was het begin in Blariken met dat, hè? Ja, en niet te weten dat het zo snel gegaan is. Want ik bedoel, het is natuurlijk heel gek om te zeggen, je doet iets in een ziekenhuis. Maar holy shit, gaat je in een ziekenhuis beginnen? Dat is toch wel even een andere categorie. Ja. Je mag niet zomaar gaan bouwen. Yeah? Je moet met een bedrijf werken die Europees aanbesteed is. Je kan niet zomaar de stukken door of de bouwbedrijf om de hoek vragen. Het is machtig mooi. Ik ben mogen komen in Tilburg. De studio waar Guus Meeuwis zijn naam aan heeft verbonden. Echt een locatie. Het Prinses Maxima ziekenhuis. Het is sowieso een heel, het is een beetje gek om te zeggen, maar een heel mooi ziekenhuis. Helemaal gemaakt voor kinderen. Ja, vreselijk dat het moet. Maar die moeten toch ergens zijn. Nou, dat is een waanzinnig mooie studio ook. Ja. En ik heb dus daar wel wat verhalen meegemaakt van kinderen die daar eventjes kwamen en waar ik dan even mee sprak en die even muziek gingen maken. Jij hebt dat natuurlijk ook veel ervaren. Als je nou even één verhaal wat je nu te binnen schiet eruit moet pikken van een kind wat echt iets aan Muziekids en de studio heeft gehad. Nou, we worden natuurlijk dagelijks gebeld door ouders vooral die dan zeggen, joh, door jullie is mijn kind muziek gaan maken. Mm-hmm. Dus die hebben een instrument in aanraking gekomen. En daardoor zijn ze thuis kwamen weer muziek gaan maken. We hebben natuurlijk ook het project Survivors. Kinderen die het, zoals stom klinkt, hun ziekte overleefd hebben. En daarna met muziek een troost hebben gevonden. Maar wat bij mij enorm bij is gebleven. Ik heb natuurlijk zelf ook kinderen. Is dat je dus, je ziet dus ik ga maar geen namen noemen. Want dat is natuurlijk privacy. Juist. Je ziet op maandag komt een moeder binnen met kinderen.
En dan vervolgens gaan ze donderdag weg zonder een kind. En ja, degene die daar maar bij gebleven is, dat raak je enorm. Ja. En die heeft dus in die paar dagen gewoon muziek gemaakt bij ons. En dan ben je met je team heel erg mee verbonden. Je kent zijn naam ook, je kent de naam van de ouders. Ja, en als je dan donderdag dan afscheid moet nemen en dan zoals jij en ik dan zijn van nou gedag zeggen en noem maar op. Mm-hmm. En de woorden van sterkte en zet hem op, doesn't make sense, weet je wel. Nee, nee. En dat ze dan jou bedanken om te zeggen, joh, ik ben zo blij dat in die periode dat ze nog leefden, dat we jullie muziek konden maken, dat is ons goud. Ja. Ja, en dat soort dingen neem je mee. En daarom is het ook zo krachtig, muziek, hè? Ja, dat is het. Het is echt, ik noem het net, en dat mag je eigenlijk niet zeggen, maar het is toch wel ergens een soort medicijn. Het heelt in ieder geval. Ja. Ik vind het echt fantastisch wat jullie doen. En ik ben heel blij dat we nu eindelijk echt voor Haarlem actie hebben. We zijn ook heel blij met jou, Guy. Jij bent al 7, 8 jaar een van onze trouwe ambassadeurs. Zeker. En jij hebt ook heel veel deuren voor ons geopend. Enorm blij dat je ook altijd naast blijft staan. Je hebt ook natuurlijk gewoon als persoon dichtbij ons gekomen. Dus daar wil ik heel erg voor bedanken. Ja. Deze actie die je doet, doe je ook niet zomaar. Nou, daar wil ik. Hij komt net binnen. Sowieso heel Haarlem 105. Maar in het bijzonder René Kind. René, jij bent de founding father dan nu op dit moment van Haarlem 105. Hey, en ja, ik vind het super tof dat Haarlem 105 dit ook zo omarmt. Ja, natuurlijk. Kijk, Giel, je raakt met deze actie. Of jullie raken met deze actie. Eigenlijk ook alles waar wij als regionaal omroep voor staan. Ja. Je kunt als radio- en televisiezender eigenlijk weinig meer doen dan verstrooiing en informatie bieden. Mm. Nou, verstrooiing in het geval van kinderen die ziek zijn, zwaar ziek zijn, in een ziekenhuis liggen. Ja, dat raakt ons natuurlijk sowieso meteen al in de kern van waar wij ook vinden dat we voor aan de lat staan. Het is Haarlem, het is ons gebied. Ja. Ja, en als Giel dan ook nog meedoet. Giel begon hier, we kennen elkaar lang. Ja, Giel, een loyale man. Ook erg Haarlem. Erg Haarlem 105. Ergens diep in zijn hartje zit het volgens mij. Zeker. Het is volgens mij heeft hij net 3 minuten introductie van de studio gehad. En ik heb hem in 2 uur lang geen foutje laten maken. Dus, heel dan ook voor Jan die erbij bleef. Bedankt. Nee, maar alles komt daar bij elkaar. Ja. En ik denk dat kijk, dit soort dingen komt uit gevoel. Ja. Ja. Niemand gaat hier geld mee verdienen. Nee. Of je kunt alleen je eer eraan hangen. Zeker. En ik denk dat jullie daar met Music Kids, Jon en jullie zijn echt daar. Ja, het komt uit je hart. Ja. Je voelt bij Giel dat het uit zijn hart komt. Ja. Nou, en bij ons zit het ook in onze kern. Dus laat het bij elkaar komen. En ik hoop ook dat de Haarlemmers dit horen. Zeker. Dat die ook begrijpen wat dit is. Ja. We hebben een ziekenhuis in Haarlem waar kinderen hun hoop opvestigen. En dat is belangrijk. Ja. En, muziek is een... Nou, iedereen hier in een radiostudio moet je niet vragen wat muziek voor je leven kan betekenen. Nee. En zeker ons niet als radiopresentatoren. Waanzinnig mooi. De kick-off dus, want we gaan hier nog veel meer actie mee doen. Laatste vraag aan jou, Jordan, want ik probeer dat ook de hele tijd uit te leggen. Waarom is er geld nodig? En wat is er dan precies... Wat gaat er met het geld gebeuren als ik nu een bedrijf ben of ken wat wel een donatie kan doen? Nou, wij hebben natuurlijk voor de permanente locatie in Spaarne-Gasthuis een hele mooie plek gekregen naast de apotheek. Ja. Dus dat is voor jullie beeldvorming de hoofdingang binnenkomen. Linksaf bij de liften, tegenover de liften, heb je een trap. En bij die trap daar in die hoek gaan we een mooie locatie bouwen, studio bouwen. Mm-hmm. Studio bouwen. Wat het meest dure maakt is dat je in een ziekenhuis iets moet gaan bouwen. Waarin je met helaas bedrijven werkt, die in dit geval Europees aanbesteed zijn. Die gewoon net wat duurder zijn dan een gemiddeld bouwbedrijf. Die sponsoren ons ook voor een groot gedeelte. Maar die kunnen natuurlijk niet alles voor de kostprijs doen. Wat wij heel belangrijk vinden is dat het geld wat we ophalen... dus waar we ook deze actie voor hebben... dat het echt bedoeld is om ook mensen aan het werk te zetten... die in dit geval met die kinderen een muziekbeleving geven. Ja. Dat we en instrumenten nodig hebben en... En echt professionals zijn. En professionals, ja. Dus ik roep ook de Haarlemmers muzikant op... om dit project mee te ondersteunen. Hey, ik heb Roos al over de streep getrokken. Ja, en Raoul heb ik ook al gesproken. Oh, ja, gek. Ja. Dus jongens, kom alsjeblieft ons helpen. De kinderen hebben jullie ook nodig. Ja. Dus daar hebben we het meest geld voor nodig. En dat is natuurlijk gewoon, het klinkt als heel veel wat je nodig voor een ziekenhuis. Maar eigenlijk is het natuurlijk, als je dit gaat bouwen en gaat doen, wil je ook dat het een duurzaam product is. Dat het voor langere tijd kan blijven staan op die locatie. Nee, daar gaan we zeker voor. Dit is niet helemaal voor even. Vandaar ook dat we deze actie begonnen zijn. Je kan meer informatie vinden op de site haarlem105.nl. En natuurlijk ook op Music Kids. Dus dat is met 1K, musicits.nl.
Ja, Jordan, wij gaan elkaar nog veel zien. En ik zal ervoor zorgen dat je heel trots kan zijn op Haarlem.